Let's have a look back. As you... Kitchener heeft besluit om al ons plazen en ons vee te brand en onze vrouwen en kinders in kampen te stop en te laat vrek van die honger in die lende. Het was hier nog een kans, nie pa? My seun, ons is bezig om die murg uit oorskiet bene te suig. Ek dien met pa doen. Ek dink ons moet teruggaan. Tenminste sal ons dan as eerbare burgers na die oorlog die stikke optel. Moet ons dit nie aan ons hemelse vader oorlaat om te besluit wanneer die stryd voorbij is nie. Ek is klaar met jou en jou soort. Ek het blijf as ek skiet nie onder die boom dood. Julle het gesê julle die eed afgelê om ons te beskerm. Wil pa dan nie ons met hensoppers word? Gee julle kees om terug te keer na die commando. Sal hulle weier? Arresteer hulle. Voor wat? Hoogverraad. Veldslag bid ons in Afrikaans en hulle in Engels. The war is far from over. Ons kom ons net links en rechts burgers begin doodskiet. Is dit te waarvoor my Roelof sy lewe opgeoffer het? Die dood van 10 of 15 lafaards kan ons nooit meer weeg as die versterking van 2 of 3000 man nie. Ek wil of daar gaan van hierdie manne voorbeelde gemaakt word. Jy het ons vandag verraai. Tyd sal weer. Ek is nie bereid om my vrou, my dogters en my plaas prijs te gee vir 'n droom wat 'n paar maande gelede nog haalbaar was, maar nou net onbereikbaar geword het nie. Almal se vrouens is alleen op die plaas. My vrou is alleen op my plaas. Ek los nie weer my gesin alleen vir 'n oorlog wat net in een rigting trek. I did it instinctively because I love them, their family. Answer the question yes or no. I've nothing left. Wat gaan jy doen? My 2 keer skiet. Is of was nog nooit een verraaier nie. Is vrijheid gerechtig zoveel werd? Het is verkeerd, het is verkeerd, het is verkeerd, ik weet het niet.